mooie blik op het oude Smitshoek. Een buurtschap ontstaan in 1840 met 28 huizen en 238 inwoners. Maar in 1968 werd Smitshoek helaas in tweeën gespleten voor de aanleg van de A15. Dat had grote gevolgen voor die kleine gemeenschap. De prachtige monumentale boerderij Hoeve Pendrecht gaat gesloopt worden. Maar ook de woning van de familie de Klerk tegenover de hoeve. Het zal het einde zijn van het knusse leven bij de hoeve. En zo zijn er meer mensen die moeten verhuizen. Woningen moeten verdwijnen en wegen gaan op de schop. Dankzij de filmopname die Arie Boende maakte, kunnen we een indruk krijgen van de brute ingreep die dit in de kleine gemeenschap was. De heimachine ontziert het uitzicht op de Charlooise Lagedijk met op de achtergrond de Zuiderkapel, waar iedere zondag nog steeds kerkdiensten worden gehouden. Mevrouw Boender, een van de bewoners die hun huis moesten verlaten, loopt symbolisch over naar de toekomst. Uitzicht op de Zuiderkapel dus, de schuur van Kers en Kerry van de Vorm en de achterkant van de huizen op Smitshoek, de loods van aannemingsbedrijf PM van de Graaf, vanuit het dreigende zand voor de aanleg van de A15, zeg maar de linkerkant. De familie Baanrecht van de Hoeve Pendrecht ziet met gemengde gevoelens hun toekomst verdwijnen. Maar de familie Sloof houdt de moed erin. Dit is dan de rechterkant vanaf Polierschaap. Smitshoek op de schop. En het puin van de al afgebroken huizen. Triest beeld van het lege huis van de familie Koradi en het snoepwinkeltje. De contouren van de A15 worden langzaam zichtbaar. Dwars door de werkplaats van stoffeerderijfirma Frans van Wingerde. Aanleg van de Heulweg, de nieuwe weg richting de Charlooise Lagedijk met links de panden van Melkhandel Hoordijk, bakkerij De Korenaar en aan het einde de smidswoning naast de smederij. Maar de jeugd heeft geen besef van de ontmanteling van Smitshoek en geniet volop. Lekker spelen in de bouwput en het zand. Hier is opa Boender met zijn kleinzoon in het viaduct onder de nieuwe A15 op de Heulweg. Dit viaduct is de symbolische verbinder tussen Zuid- en Noord-Smitshoek. Nog even genieten van de natuur voordat het asfalt daar een einde aan maakt. Op de achtergrond de portiekwoningen in Rotterdam-Pendrecht. Een spoorlocomotief achter de Charlooise Lagedijk richting de Waalhaven. Een feestelijke optocht door Smitshoek.
onder leiding van bovenmeester Hogeweg. De stoet gaat onder andere langs het pand van de familie Boender. En oliehandel Doesburg. Ja, er gebeuren mooie dingen. Spitszoek wordt vernieuwd. Het is 25 mei 1968. Vanuit het wijkgebouw aan de Bakkersdijk gaan de bewoners van de te slopen woningen op weg naar hun nieuwe woning. Voorop uiteraard de notabelen. Rechts de bungalow van het kostige gezin Vis. Mijn ouderlijk huis. De vervangende nieuwe woningen worden gebouwd op het land van tuinderij van Hengel. De nieuwe wijk werd in de volksmond De Put genoemd. Via de onderkant van de Bakkersdijk op weg naar de eerste steenlegging van de nieuwbouw in De Put. Door wethouder Riedijk, die vanuit zijn woonhuis aan de Bakkersdijk de nieuwe woningen kon zien. De jeugd staat klaar om mee te bouwen aan een nieuwe toekomst voor Spitshoek.